eindelijk mag het weer, eindelijk kan het weer. Het You Never Walk Alone meegezongen door meer dan 27.000 mensen in de Grolsvesten. Wat hebben ze hier in Enschede ook nagesnakt. Wat langer moeten wachten dan de meeste andere supporters. Maar ook zij zijn weer in het stadion. Tegen dus Go Ahead, waar er geen grote verrassingen zijn. Botos is er niet bij. Lucassen blijft op de bank, dat is op zich wel opvallend natuurlijk. Brouwers en Rommel zijn de controleurs. En dan Deil aan de rechterkant, Cordoba, die meer vanuit het centrum zal spelen. En uiteraard laat vak P zich vanaf de eerste seconde horen. Dit is een goede bal van Noppert en daardoor Lidberg. Is die weg of niet? Nog niet helemaal. Prupper hield hem wat op. Cordoba met het schot en de redding is er van Oenestal. Goeie uitbraak van Go Ahead Eagles. Een heel nuttig handje nog van Oenestal om de 0-1 te voorkomen. Maar dat Magoen komt de bal helemaal halen. Dat is best opmerkelijk. Dat zie je niet zo heel vaak. Om die manier op te bouwen. Het loopt ook niet goed aflopig voor Go Ahead. Van Wolfswinkel heeft de bal. Van Wolfswinkel krijgt hem net niet bij Flap. En wat merkwaardige manier van opbouwen. Waarbij Orad Magoen het ook te horen krijgt. Van Koeko Martina. Van wat kom je nou eigenlijk doen? Legazuelo, goede actie. Heeft er 4 in de 16 van Twente. Limnios kopt en van richting verandert. Valt in al in handen van Noppert. Bijna de bal via Van Wolfswinkel in het doel. Goeie actie, Legazuelo. Klinkt een beetje mazzel, maar hij komt er langs. Maar kopt Limnios hem eigenlijk op Van Wolfswinkel. De bal schiet door. Go Ahead verdedigt dat. De situatie is toch nog vrij fysiek. Flap. Limnios. Flap. Krult hem er net naast. Een van de beste pogingen in ieder geval van Twente in deze wedstrijd. Want het is een poging waar wat dreiging in zit. Er komen 2 minuten bij. Omdat die ingaande corner van Go Ahead. En de kopbal valt erin. Lidberg zet Go Ahead op voorsprong. Weer uit een corner. Het is de kracht van Go Ahead. En het is iets wat Twente maar moeilijk op kan lossen dit seizoen. En de spits die zelden scoort, het is pas zijn tweede in de Eredivisie van het seizoen. Zet Go Ahead op voorsprong met een fraaie kopbal. Prupper. Deil, we doen op de blinde bal. Oh, die kan aankomen. Wat doet hij? Orad Mangoen. Goed gedraaid. En kan hij hem geven aan Lidberg bijvoorbeeld. Orad Mangoen. Er liggen mogelijkheden voor Go Ahead. Hij wacht eigenlijk te lang. Schiet dan zelf. En Oenestal met moeite. De rebound zit erin. Cordoba scoort. En dat is een zeldzame fout eigenlijk zou je kunnen zeggen. Van Oenestal. En vlak voor rust en vlak na rust slaat Go Ahead dus toe. Begint allemaal bij Orad Mangoen die dit heel goed doet. Dan lijkt hij toch te veel tijd te nemen. Want hier kan hij Lidberg eigenlijk al wegsturen. Doet dat niet. En dan is het schot daar. En dan verwerkt hij wel naar de zijkant. Is het ongelukkig, maar vooral ook niet zo sterk gekiept als we van Oenestal gewend zijn. Rommens draait de bal in. De kopbal van Rommens. Bal vol voor Kuipers. Schotje van richting veranderd in de handen van Oenestal.
Preppen. Nou, die smokkelt vervolgens te nadrukkelijk een metertje te veel. Een vrije trap genomen. Preppen heeft zich voorin gemeld. Leke Zoelo, lekker strak. Oh, fijn gedrukt die bal. Maar goed, van zo'n afstand ziet Noppert hem natuurlijk ook wel komen. Limnios. Smal. Heeft hij nu de goede voorzet? Hij chipt hem richting de tweede paal. De vrije kopkans is dan heel, heel matig gekopt door Rots. Dit is toch een serieuze kans. Zo vrij. De bal die zo lekker daar komt. Hij krijgt hem bovenop zijn hoofd. Wordt maar goed met het schot. Oenestal heeft hem voldoende. Hij valt nu voor de voeten van Pleger Soelo. Rots. Sadilek van Wolfswinkel. Een tijdje de spits niet meer gezien. Toch niet handig als Twente moet scoren. Dan zal van Wolfswinkel ook weer eens in stelling moeten worden gebracht. Limnios. Sadilek, geen goede paas van Limnios. Orad Magoen op zoek naar zijn eerste in de Eredivisie. Weer een schot waar Oenestal toch alle moeite mee heeft. Brenet komt voor Troepé. En dan met Ugalde en Misicjan verse krachten voorin. Smaller uit dan zijn linksback. Dan moet Sadilek daar zo'n beetje gaan staan. Ja, daar wordt Sadilek nu ook naartoe gewezen. Die gaat op de plek van Smal lopen. En Limnios eruit. Voor hem komt Misicjan. Handig balletje dit. Van Wolfswinkel. Goeie paas. Hoe is de voorzet? Die valt niet goed, maar voor Sadilek wel. Dat wordt geblokt. Ja, bij Go Ahead zijn er zoveel die zich voor die bal gooien. Een van de beste kansen voor Twente. Misicjan. Sadilek. Naar zijn linker. Had misschien nog iets meer overtuiging nog in dat schot gezeten als hij voor zijn linker was gevallen. Preppen. Misicjan. Sadilek. Misicjan. Goed gespeeld. Flap. Ga maar door. Zegt Van der Kerkhof. Misicjan staat dus alweer. Flap. Wilde doorheen, dat lukt ook nog. Draaien, kappen, Ugalde. Niemand die ruimte heeft voor het schot. Go Ahead heeft er 11 in de eigen 16 op dit moment. Zie je ook niet vaak. Maar hij is de bal van richting veranderd erin. Flap scoort, maar het zal denk ik een eigen doelpunt worden uiteindelijk. Het is 1-2. Ik denk dat Kramer een doelpunt op zijn naam gaat krijgen. Maar daar is in ieder geval de aansluitingstreffer voor Twente. Go Ahead met 11 man in de eigen 16. Iedereen terug. Ja, dan kan zo'n bal ook een keer verkeerd vallen. En dat valt hij hier. Flap geeft mee. Misicjan geeft voor. Overstapje is slim. Een schietkans voor Zerouki. Flap. Van Wolfswinkel. Schot geblokt. Zerouki. Voor het doel is Van Wolfswinkel. Daar is een kans voor Flap, maar die kopt die bal niet goed. Preppen. Flap. Misicjan. Legt hem terug. Goeie aanval. Schot geblokt. Een vrije trap is al genomen. Tjerny legt hem. Moet hem ook toch maar eens een keer uithalen. Dat probeert hij. Nog eens uithalen. Dat kan nu niet meer. Doorcombineren tot ver in de 16 is lastig. Nu Go Ahead daar zoveel mensen heeft. Misicjan. Schot van Misicjan. En de redding van Noppert. Die tikt er nog net onder de lat weg. Om de 2-2 te voorkomen. Sadilek. Nog maar eens inbrengen die bal. Daarachter loert Tjerny. Die krijgt de bal dus ook. Staan er 6 van Twente voor het doel te wachten. Hier is Brenet. Die brengt hem erin. Het doelpunt van Brenet. 2-2. En door, zegt Jans.
die Misicjan bracht. Tjerni, Ugalde. Maar het is die andere invaller die scoort. Degene waarvan je het toch het minst verwacht. Joshua Brenet. De assist dan wel van Tjerni. Die legt hem klaar. En Brenet. Hoeveel hiervan precies zo bedacht is, zullen we een afloop wel vragen. Maar hij valt precies in het hoekje. Jenny chipt hem. Goed naar Brenet. Brenet brengt hem voor. Ugalde kopt. En Nauberhout weg. Tjerni. Flap. Brenet. Zal toch niet nog een keer? Nee, dat is wat te veel gevraagd. Flap. Brenet. Hij terugtrekken die bal. En daar is Van Wolfswinkel over. Een kans nog. Wat een kans voor de spits van Twente op de 3-2. Opgezweept door het publiek. Met impulsen van de bank brengt Twente alles om die wedstrijd nog te winnen. En heeft het hier ook de kans om de wedstrijd nog te winnen. Het eindigt in 2-2 en er is terecht applaus. Brenet een onverwachte held voor Twente. Maar Twente heeft alles gegeven na die 2-0 achterstand. En dat heeft niet alles opgeleverd, maar wel een punt.